Zo, dat is even geen misselijk rijtje. Een compleet Olympische bank. Marit Bouwmeester, Annika van Hemden, Sanne van Olven. Ja, en voordat we dan overgaan tot de bekendmaking, wil ik toch even gezegd hebben, want ja, alleen de prijswinnaars, hè, die komen hier op het podium. Maar laten we niet vergeten, al die genomineerden die hier in de zaal zitten, die hebben een wereldprestatie geleverd natuurlijk. Laten we die ook gewoon nog even één keer een hard applaus geven, want ze verdienen het zo. Nou Reiner, daar gaan we dan. Het moment suprême, de gouden envelop. Sportvrouw van het jaar 2016 is geworden Marit Bouwmeester. Marit Bouwmeester, goud in Rio. En nu dus ook goud hier in Scheveningen. Zij is de sportvrouw van het jaar 2016 van de gemeente Den Haag. Ik ben zo blij dat ik deze categorie mocht doen. Hè? Marit, ja, Olympisch goud en Haags goud. Welke is zwaarder? Welke tilt zwaarder? Ja, deze voelt toch echt wel zwaarder, moet ik zeggen. Hè? Ja, qua gewicht, hè? Ja, zeker weten. Hey, ik heb jou onlangs nog gesproken. Wat mij opviel, de passie en het plezier dat je uitstraalt bij het zeilen. Maar wat geeft nou de meeste lol in dat zeilen? Ja, vroeger zei ik altijd, ja, ik vind zeilen helemaal niet leuk. Ik vind alleen winnen leuk. Maar ik vind zeilen ook wel leuk. Maar ja, het winnen blijft gewoon het allerleukste wat er is, moet ik zeggen. Winnen is verslavend. Winnen werkt echt verslavend. Dus ik dacht al, ja, ik ga gewoon lekker door. Hè. Ga lekker door naar Tokio. En ja, hopelijk kan ik alles winnen wat er te winnen valt onderweg daar naartoe. En misschien na Tokio nog verder? Ja, wie weet. Ja, Marit Bouwmeester, ze heeft al alles gewonnen wat er te winnen viel. Nu dus ook sportvrouw van Den Haag, naast Olympisch kampioen natuurlijk. Geeft er een hartelijk applaus. Marit Bouwmeester, de sportvrouw van het jaar. APPLAUS.